In de nacht van zondag op maandag heeft een grote brand enkele bedrijfspanden op de Vuurtorenweg in Lemmer volledig in de as gelegd. De brand brak zondagavond rond 11:30 uit. Om 11:50 werden twee blusgroepen van Lemmer gealarmeerd voor een bedrijfsbrand op de Vuurtorenweg 15. In het pand waren het restaurant De Connoisseur, pannenkoekenhuis Het Toverbos en bar De Taverne gevestigd. Binnen 4 minuten werd al opgeschaald naar middelbrand. Daardoor werden de brandweerkorpsen van Balk, Gaasterland en Sloten gealarmeerd. Na het eerste brandalarm gaf de commandant van Lemmer al het sein grote brand door aan de alarmcentrale. En even later ook grip 1, waardoor andere hulpverleners van politie- en ambulancediensten worden gealarmeerd. Ondertussen waren ook de korpsen Sneek, Drachten en Heerenveen onderweg naar Lemmer. Het vuur verspreidde zich razendsnel door het gebouw met meerdere horecabedrijven. Die gingen allemaal in vlammen op. Het vuur werd van 3 kanten en van boven bestreden door de brandweer. Daarbij werd de hoogwerker van Heerenveen ingezet. Men kon voorkomen dat de aangrenzende hal met luxe boten ook in de brand ging. Burgemeester Joop Bosma kon slechts toezien hoe de brandweer met grote inzet het vuur bestreed. Door de wind werden de even verderop gelegen panden van jachtwerf Maronier bedreigd. De brandweer hield deze gebouwen voortdurend nat om overslag te voorkomen. De totale schade loopt in de vele tonnen, misschien wel miljoenen euro's. Namens de gezamenlijke hulpdiensten was Annelies Zonneveld van de politie Friesland als voorlichter aanwezig. Ik heb begrepen dat 11:45 vannacht er een melding is gemaakt dat er brand is ontstaan in een restaurantje wat hier staat, vlak bij de haven. En de brand is overgeslagen naar een pand daarachter waar een botenhandelaar zit. En dat lijkt helemaal af te branden? Ja, dat ziet er op dit moment niet heel goed uit. Het waait ook behoorlijk, dus de brandweer die moet goed zijn best doen om de boel hier te blussen inderdaad. Het is heel groot opgeschaald. Grip 1, wat houdt dat in? Nou, dat houdt in dat alle hulpdiensten hier aanwezig zijn hè, voor het geval en mensen geëvacueerd moeten worden. Nou, dat is op dit moment niet het geval. Maar ook door de wind is besloten om grip 1 af te kondigen. Dat als het erger mocht worden, dat alle hulpdiensten in de buurt zijn. Is er nog kans op overslaan van de brand naar de volgende loods? Want die staat er redelijk dichtbij. Ja, dat klopt inderdaad. Die kans is er wel. Op dit moment heeft de brandweer een watergordijn ook aangemaakt. Dus er wordt een muur nat gehouden, zodat de kans op overslaan verkleind wordt. Het is nu 1 uur. Ik denk dat het een lange nacht wordt. Ja, dat zal nog wel een paar uren duren. Ook zeker met nablussen. Dus dat zal inderdaad nog wel een stuk van de nacht gaan doorgaan hier. Maandagmorgen werd pas echt duidelijk hoe groot de schade is. Muren waren omgetrokken, stalen balken hingen er verwrongen bij en van het interieur was niets meer over. Totale sloop en nieuwbouw van het complex zullen nodig zijn. De technische recherche van de politie Friesland stelt een onderzoek in om de mogelijke oorzaak van de brand te achterhalen.
goed passen, maar... De deur is helemaal achterlaat. Zaterdag komt hij ook wel.